Som 1 van de diagnostische toets is in beide edities dezelfde. Je moet de inhoud van deze strooibak berekenen. Nou, daar gaan we. Eerst moet je altijd een schets maken van het grondvlak. Alle maten erin zetten. Dan bereken je de oppervlakte van het grondvlak. Dus wat je dan doet, dan ga je als je het grondvlak helemaal hebt, ga je daar de oppervlakte van berekenen. Dan bereken of zoek je de hoogte van het prisma en dan ga je de inhoud berekenen met die formule. Formules moet je gewoon kennen. In dit hoofdstuk heb je een aantal formules. Schrijf ze op A4'tjes en plak ze ergens op of zo. Het is erg belangrijk dat je die iedere keer tegenkomt. Hoe herken je nu een grondvlak snel? Als je zoiets ziet staan, hoe herken je dan het grondvlak? Hoe weet je wat van dit ding het grondvlak is? Hoe weet je dat? Nou, van een prisma weet je, en anders zeg ik het nu gewoon, dat is opgebouwd uit allemaal rechthoeken. Allemaal rechthoeken zo. En die rechthoeken die gaan allemaal rond. Ja, rond niet echt. Maar die rechthoeken die zitten allemaal aan elkaar. Het is een soort wikkel. De rechthoeken zijn een soort wikkel. Die geef ik even uit, ben ik niet zo tevreden over. Het is in ieder geval een soort wikkel. Denk maar aan de Toblerone. Dat zijn die rechthoeken. En dan het figuur wat geen rechthoek is, dat is het grondvlak. Dus het lijkt wel of hier op de bodem het grondvlak is. Dus 42 bij 78. Maar dat is niet. Dat is een zijvlak van het prisma. Een opstaand vlak. Dit is het grondvlak. Dat is het grondvlak. Dus hoe herken je het snel? De niet-rechthoek. De niet-rechthoek. Zo herken je hem snel. Nou, dan gaan we nu aan de slag. We gaan nu het grondvlak schetsen. Dat is dus zeg maar even dit voorkantje. Nou, terwijl je hem schetst, ik doe hem even uit de losse pols. Hier achter op de volgende bladzijde staat hij netjes. Zo. Hoppatee. Dit zijn rechte hoeken. 40 centimeter. Zo. Maar eigenlijk zijn die pijltjes nu niet nodig. Want je hebt, ja, het is eigenlijk zo. Als ik hier 40 centimeter bij zet, zie je het eigenlijk al, hè. 42 centimeter. Dit stukje is 58 centimeter. Dat haal ik vanaf het achterkantje. En deze heb je eigenlijk niet nodig. Dat is eigenlijk gewoon een schets van het grondvlak. Nu kun je zien, als je straks hier de oppervlakte van gaat berekenen, kun je zien dat deze opgebouwd is uit een rechthoekige driehoek en een rechthoek. En zou je dus de oppervlakte van 1 kunnen berekenen en van 2. Of voor de oppervlakte kun je zeggen, nou, ik maak hier gewoon een rechthoek van. Ik bereken de oppervlakte uit van die rechthoek en ik haal deze eraf. Kan ook. Maar kijk altijd eventjes of het niet toevallig een prisma of een, sorry, trapezium is. Vaak is een grondvlak ook, als het een vierhoek is, een trapezium. En dan hoef je hem niet allemaal te gaan verdelen in driehoeken. Dan kan het heel snel. Dus dit kan dat je hem zo in 2 stukken hakt en dat je ze van allebei uitrekent en dan bij elkaar optelt. Dat kan. Dat kan en dat mag. Maar vaak is het bij een prisma ook een trapezium in de som op de een of andere manier. En wat is daar nu zo handig aan? Nou, als je dan de zijden hebt die tegenover elkaar evenwijdig zijn, dan is daar een formule voor. De oppervlakte van het trapezium, heb je vorig jaar nog van mij leren tekenen, hè? Oppervlakte in de brugklas, toen ik jullie nog had. Oppervlakte trapezium is gelijk aan, nou, dat is eigenlijk de helft of de half keer de som van die 2 evenwijdige zijden. En, oh, daar komt mijn vraag. Mijn vraag zit in de weg. Hoppatee, zo. Dus je telt eerst die evenwijdige zijden bij elkaar op. En dan moet je dat keer de helft doen, keer de hoogte weer. Het is vaak ook altijd met dat soort dingen, hè, met de inhoud van figuren. Of de oppervlakte. Dan krijg je dus hier een half keer 58 plus 42 keer 40. En alles is in centimeters, dus dit gaat in vierkante centimeters zijn. Dit stop je gewoon in je rekenmachine. Let wel op de haken. Je kunt ook zeggen, ik tel de eerste op. Hoe dan ook kom je hier uit op 2000 vierkante centimeter. En dat is lekker, want dat rekent makkelijk. Hoppatee. Dat is dus stap 2. Dan gaan we naar stap 3. Voor mezelf op mijn blaadje nummer ik ook die stappen. Dan gaan we naar stap 3. Je hebt nu de oppervlakte van het grondvlak. Als we nu deze formule willen gaan gebruiken, hebben we de hoogte nog nodig. Heel veel pakken nu 40 centimeter. Waarom? Ja, dat is wel de hoogte van die koffer, maar dat is niet de hoogte van het prisma. De hoogte van het prisma is dit stukje.
Nou, dat kun je niet goed zien, denk ik. Ik pak even een ander kleurtje. Is dit stukje, dat is de hoogte van het prisma. De hoogte van het prisma is de afstand van het grondvlak naar het bovenvlak. Die hoogte, dat is de hoogte van het prisma. En als die plat ligt, en zeker als ook nog zo'n praktijkvoorbeeld is, heb je de neiging om voor de hoogte 40 te nemen. Maar dat is dus niet. Dus de hoogte is 78 centimeter. Dat zijn dus veelgemaakte fouten. Dan gaan we naar stap 4. Bereken nu de inhoud. Nou, dan moeten jullie volgens mij eerst de kale formule opschrijven. Bij mij moest dat altijd wel, toen ik nog tweede klas had. En derde klas, en vierde klas, en vijfde klas. Inhoud prisma is oppervlakte, grondvlak, keer de hoogte van het prisma. Dus niet van het grondvlak, maar van het prisma. Soms is het grondvlak een driehoek. En dan moet je even goed opletten welke hoogte pak je nu. De hoogte van het grondvlak of de hoogte van het prisma. Dan gaan we invullen. De oppervlakte van het grondvlak is 2000. En dan de hoogte van het prisma heb ik hier opgeschreven, is 78. En we zijn aan het rekenen met kubieke centimeters. En dan reken je het verder uit. En dan kom je uit op 156.000 kubieke centimeter. En dan denk je, ah, klaar. Maar dat is niet. Altijd even terugkijken, waar willen ze het in hebben? In liters. Oh, shit. Dan moet die nog verder gerekend worden. Nou, hoe je nu van kubieke centimeters naar liters gaat, dat is een heel ander verhaal. En dat kun je in andere filmpjes zien. Ik kan daar nu niet te veel tijd aan besteden, wordt het filmpje veel te lang. Maar eigenlijk zijn stappen van 1000. Je gaat van klein naar groot, dus je doet delen door 1000. En dan ben je bij de liters. Hoppatee. Dan ben je bij de liters. Dus 156 liters. Dus let goed op hoe je het grondvlak herkent. Het grondvlak is de niet-rechthoek. En let bij de hoogte even op. Dat is de afstand tussen het grondvlak en het bovenvlak. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!